beste kijkers, goedendag. Ja, de laatste tijd is het vooral veel van hetzelfde: het is saai en troosteloos weer. Nou, gelukkig, wel tot nu toe op veel plaatsen droog gebleven, maar daar is ook alles mee gezegd en het voelt ook vanmiddag nog eens waterkoud aan in onze Maasstad. Nou ja, Daan van der Reen heeft de volgende plaat gemaakt. Typeert wel een beetje het weerbeeld van de laatste tijd: ja, dat saaie en ook vooral dat grijze weer. Nou, vanavond en vannacht hebben we te maken met bewolking. Vanuit het westen komt een koufond dichterbij. En dat betekent voor vannacht ook vanuit het westen dat het af en toe gaat regenen. Bij temperaturen van, ja, van zo'n 5 à 6 graden. Dus het koelt eigenlijk nauwelijks af. En de wind waait matig uit het zuidwesten. Ja, en dan morgen overdag, de dinsdag. Nou, het is een bewolkte dag, vooral in de ochtend af en toe regen. In de middag wordt het droger vanuit het noordwesten. Dus droger betekent niet helemaal droog. Ik denk niet dat we de zon te zien krijgen. Temperaturen een graad of 7. De wind trekt aan langs de kust tot krachtig en draait naar het noordwesten. En daar dus zal het ja, nog wat kouder aanvoelen dan vandaag. Nou, de komende dagen wordt het sowieso al wat kouder, want de temperatuur gaat wat verder naar beneden. Woensdag nog maar een graad of 6, in de middag en avond regen, donderdag veel bewolking, weinig zon. Nou, op de meeste plaatsen blijft het droog, misschien nog een buitje, ja, en dan nog maar een graad of vijf. Ja, en vrijdag en zaterdag komt er weinig verandering in dit uh, heersende saaie weerbeeld, en dat betekent vooral bewolking, niet al te veel zon, misschien zaterdag af en toe een zonnetje. En op de meeste plaatsen blijft het droog, misschien een buitje, maar meestal hè, is het dus wel droog en de temperatuur gaat iets omhoog naar zeven graden. En dat is uh, normaal voor deze tijd van het jaar. De temperatuur s'nachts ligt meestal toch iets boven nul. Omdat ja, er nogal wat bewolking aanwezig is s'nachts. Dat houdt de nachtelijke uitstraling toch wel wat tegen. Maar ja, zodra het maar even opklaart, nou, dan kan het natuurlijk uh, tot lichte vorst gaan komen. Nou, maakt u vrije weerfoto's zoals deze ja, van de mistsituatie van afgelopen zaterdag. Dan kunt u ze insturen naar weerfoto.rijmond.nl. Prettige dag nog en heel graag tot morgen.